Yo mensen en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Genesis Part 2 serie op ons kanaal. En we zijn hier weer terug op ons houten beestje hier. En dit is ook de derde aflevering van de serie. Dus heb je de eerste twee afleveringen nog niet gezien? Die moet je zeker even kijken voordat je deze video kijkt. Als je die hebt gezien, dan gaan we nu verder. Ik heb een paar dingen op de planning staan voor deze aflevering. Ik wil namelijk wat de missies doen. En ik wil eigenlijk de map wat verder ontdekken, want ik heb vorige aflevering een Maywing getemd van level 130 en nog een Stego van 140. En die hebben nu ook wat levels, die kunnen we zo meteen ook even gaan levelen. Ze hebben nog geen namen en ik laat het nog steeds aan jullie over om een naam voor hun te bedenken. Dus als je een leuke naam weet voor de Maywing en de Stego, laat die dan zekerste weten achter in de comments van deze video. En misschien wordt jouw naam wel uitgekozen en dat is natuurlijk super cool, dus Ja, zeker een leuke naam. Daarnaast jongens, als jullie deze video nu al leuk vinden, doe zeker een duimpje omhoog. We hebben echt vorige twee afleveringen super veel support gehad. Dus ik hoop dat deze natuurlijk ook lekker veel support krijgt. En ik ben echt super blij jongens, met alle support op deze serie. Super bedankt daarvoor. Maar oké, ik wil ook nog wat een personal gravestone maken eigenlijk. Want die hebben ook die mold, alleen hebben we semantic base voor nodig. Nou, ik weet toevallig dat er naast de base Beverdam is. Dus laten we die gewoon eventjes looten dan voor de cementing paste. Ja. Zo, daar is de Beverdam. Dan gaan we eventjes looten voor de cementing paste. Dan kunnen we een personal gravestone maken. Dus als we aan het doodgaan, kunnen we nog... Weet je, neem het hout ook gewoon mee. Rennen! Oké, de bevers komen of niet? Zie ik bevers? Oh ja, ik zie bevers. Hallo, oké, doei. We bolen hem gewoon. Joink. En dan steken we gewoon even over. Dus laten we gewoon terug naar onze base gaan. Met een letterlijke Strider naast onze base. Waarom, meneer Strider? Wat doet u nou weer hier? Waarom zit hij nou weer op mijn... Dat is echt heel vervelend. Gewoon hopen dat hij ooit weggaat. Oké, maar we hebben wat cementing paste nu. En daarmee kunnen we natuurlijk zo'n gravestone maken. En onze koelkast moet ook gebouwd worden. Voor mij heb ik nog hier nog wel iets zitten. Nee, helemaal niet. Kan ik wel maken? Ik kan 100 maken. Dit moet natuurlijk ook in de koelkast. Jongen. Oké, laten we even een personal gravestone maken. Dus als we dan doodgaan, dan kunnen we onze loot nog weer terugkrijgen. Dus die plaats dan ook eventjes lekker hier zo. Helemaal mooi. En we zijn zelfs level up daardoor. Oké, laten we gewoon voor die 311 gaan. Level 53 zijn we al. That's pretty good. Oké, laten we deze spark power ook gewoon even hierin doen, zodat die aan blijft. Oké, laten we ook onze meewingen uitgooien. En hem een beetje gaan levelen. Want hij heeft 44 levels. Oké. Ik weet niet of echt op stamina nou heel goed is. Heel belangrijk. Dus laten we gewoon even checken hoeveel stamina hij verbruikt. Oké, het gaat wel redelijk snel af, I guess. Oh mijn god, hij glijdt echt over het water. Wat een Oké, stamina is best wel belangrijk. Alleen ik heb ook gehoord dat je zo'n... Met deze rechtermuisknop doet hij een soort van belly flop. Oh ja, maar doet echt niet zoveel damage. Althans, 117 damage. De strike. 117 damage, niet eens zo bad. Oké, dan weten we ook dat hij iets beter is in vechten dan ik eerst dacht. Oké, chill. Oké, maar laten we dan gaan levelen. Ik wil natuurlijk wel even wat meer stamina hebben. We gaan voor 1500. Moet wel genoeg zijn, dan de rest een helft. 5k. En dan wat... Wait, want melee damage, ik ga denk niet echt mee vechten, dus melee damage is ook niet echt belangrijk. Oké, nou, dan hebben we een mooie gelevelde Maywing. En dan kunnen we nu een missie gaan doen. En ik wil eigenlijk ook naar de Space Biome, dus ik weet niet wat we eerst gaan doen. Maar, oké, wacht, laten we eerst gewoon een missietje doen. Daar heb ik eigenlijk wel zin in. Dus laten we even kijken wat nou leuk is. Oké, dus een race. Een race is wel easy, want ik wil natuurlijk niet, hoe heet het... Een moeilijke doen die ik helemaal niet... Oké, we gaan deze race doen. Dus laten we deze even gaan tracken. Je krijgt ook een Asteroid Crate Quality Increase.
Dus ik krijg ook betere loot uit de loot drops die ik nog geen eentje van heb geopend. Dus eigenlijk moet ik het ook een keertje gaan doen, want voor mij zijn dingen best overpowered. Maar ja, oké, laten we even hier landen. En dan kunnen we de race doen. Deze race, start mission. Oké, we pakken onze man even op. Want ja, ik wil niet dat hij ineens meegaat of zo. Want ik weet niet wat er gebeurt als hij hierin blijft staan. Oké, okay, your teleporting. Ik ben echt benieuwd. Enforcer. Een enforcer. Oké, race through, ja. Oké. Dat klopt. Oké, dan gaan we naar enforcer. Let's go. Gewoon even, dit is toch. Ze hebben, oh mijn god. Ah! Hoe teleporteer je ook alweer? Ik weet niet meer hoe dit werkt. Ah! Dit gaat heel raar. Oké, rechter muisknop is blink. Oké, ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik krijg damage of zo. Help! Laat me hierop lopen. Oh, dit is zo raar. Ik weet de weg niet. Ik heb geen idee waar ik heen aan het gaan ben. Ah! Laat me hierboven. Ah, mijn god. Kom op. Oké, daar kunnen we dus niet op lopen. Omhoog. Oh, wat gebeurt hier allemaal? Het is zo confusing. Kom op. Het gaat echt heel erg kloten. Deze race. Het gaat niet goed. Het gaat helemaal niet goed. Oké, laten we hier omhoog gaan. Hierheen, hier omhoog. Ja, klopt Elena. Ben ik het helemaal mee eens. Oké, we gaan een looping maken of zo. I guess. En dan gaan we hier omhoog. Kom op, laat me hier omhoog. Oké, die elektriciteit is dat ik niet meer kan teleporteren. Ja, oké, dankjewel Elena voor de tip. Maar ik moet wel even weten waar ik heen moet. Misschien handig. Oké, we gaan goed. We gaan goed. Volgens mij zijn we er bijna. Oké, teleporteren voor snelheid. Deze boost pak hier naar beneden vallen. Oké. Dat ging niet goed. Oké, ik heb nog 1 minuut. Hoe haal ik dit? Hoe haal je dit? Helena, help me. Hoe haal ik dit? Hoe wil ik dit halen? Ja, Helena, ik weet niet hoe ik dit haal. Sorry, maar ik weet niet hoe ik dit haal. Hoe haal je dit? Wat moet ik doen? Ik heb geen idee wat ik moet doen hier, jongens. Ik heb echt geen idee. Wat gebeurt hier allemaal? Oh, je moet hierheen. Of niet? Ik snap er helemaal niks van. Ik haal dit hierdoor, want ik snap niet wat ik moet doen. Ik snap er helemaal niks van. Wat moet je hier doen dan? Nee. Nu haal ik het. Oké, dan. Dit was echt het grootste faal van mijn leven. Time's up, survivor. Ja, Elena, doe nou dan niet zo stoer. Jongen. Nou, dan gaan we nog maar een keer proberen, hè? Kloot ik al die minus. Nou, gaan we weer voor... tweede keer. Oh mijn god, waarom ben ik zo slecht?
Oké, nu gaat het wel sneller. Oké, dan gaan we nu gewoon speedrunnen, boys. Let's speedrun the shit. Laat me hierop. Oh, waarom mag ik daar niet op? Waarom mag ik daar niet op, Ark? Dank u, eindelijk. Oké. Oh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier allemaal? Ik ben heel confused. Super blink alleen enabled. Really making you jump through hoops, huh? Ja, alleen nou doen ze inderdaad. Oké, we gaan het speedrunnen. Let's finish this shit. Let's finish this shit, boy. More of an obstacle course than a race, isn't it? Ja, alleen dat klopt helemaal. Maar deze keer gaan we het wel halen. Oké, laten we hier de looping maken. Hier naar beneden springen. Oké, ik mag dat ding niet pakken. Geen blink. En laten we nu ook weer dit gebied even halen. Speedboostje. En... hierheen, alsjeblieft. Ja. Deze boost. Hier naar beneden. Oh, dat is zo confusing. Oké. Hoppakee, in één keer. Kijk eens aan. Dat was echt clean. Dat was clean. Woe! Let's go. We hebben hem. Eindelijk, oké. Eerste keer was gewoon een beetje zien wat ik allemaal moest doen. En tweede keer hebben we gewoon keihard gesleed die missie. Let's go. En we hebben 81 hele hexels gekregen. Oh mijn god. 12 electrical outlet. Wat goed jongen. Wat ongelooflijk goed. Oké, laten we gewoon nog een keer doen. Laten we gewoon beta doen. We gaan alle difficulties even proberen. Dus ja, laten we het ook beter doen. En daarna ook gelijk alpha. En dan kijken wat we allemaal voor loot krijgen. Oké, ik ga deze beta even doen. En dan zie je als ik klaar ben wel wat ik allemaal krijg. Want ja, dit hebben we nu al 3 keer gezien dan. Dus ja, oké, ik ga dit even doen. En dan zie je zo meteen wel wat ik allemaal heb gekregen. Boom, en we hebben beter gehaald in 1 keer. Dat is very, very nice. En wat krijgen we hieruit? 102 hexagons en... waarom krijg ik zo weinig hexagons? Blijkbaar mag ik gewoon helemaal niks hebben. Oké, nou, we hebben heel weinig hexagons en een Journeyman Yuti zadel blueprint. Oké. En wat intersections, oké, daar hebben we echt heel veel aan. Nou, laten we dan ook even alpha doen en dan zien we wat we daaruit krijgen. Oh mijn god, hoe wil je dit halen? Hoe wil je dit halen dan? Oké, alpha's. Echt heel erg moeilijk. Wat? Hoe dan? Laten we nog 1 keer proberen en dan geef ik het gewoon op hoor. Geef ik het gewoon op. Ik haal het weer niet. Oh mijn god. Waarom maken ze deze race zo moeilijk? In Genesis Bros. 1 waren ze zoveel makkelijker. But I think we're getting the hang of it. Jezus. Oké, we gaan nog 1 keer proberen. Ik moet dit gewoon halen, jongens. Ik moet dit gewoon halen. Nee. 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 Ik had hem gehaald. Ik had hem 100% gehaald als dat niet gebeurde. Tough race. 100%. Nee. Ik ga het nog een keer doen. Het is klaar. You
contact re-established with our advanced perks. Het is klaar, ik moet hem nu halen. Het is klaar. Ik moet hem nu halen. Het is klaar, ik moet hem halen nu. Geen andere mogelijkheid. Ik ga hem halen nu ook. Wanneer het zo dichtbij. Ik ga hem nu ook gewoon halen. Come on. Ja, heb ik hem? Oh mijn god, heb ik hem. Ik heb hem. Oh mijn god, dat is de laatste seconde. Oh my god. Oh. Oh yes, en ik heb echt ultieme schijnloot gekregen, maar ik heb hem gehaald. Let's go. Jemig. I did it. Oké, dat betekent nu ook dat de loot crates veel beter zijn. Oké, dus eigenlijk wil ik wel een loot dropje vinden. Alleen, dat wil ik wel vinden. Ik zie er nu nergens heen. Dus eigenlijk moet ik even zoeken. Oké, daar is een loot drop. Laten we daarheen gaan. Oké, we zijn bij een loot drop. Stop. Hey, nog een base. What's going on over here? Let me go. Another base. Another frame. Twee tech bridges. Kiting. Cables. Wat is... tech bridges, I guess. Cool. Maar wat nog cooler is, is deze base hier zo. Van wie is dit? Ferry. Hij is er ook. Ferry is hier. De man hemzelf. Ferry. Wat een coole beest. Met een kano? Huh? Een gekke skin op zijn kano. Zo, waarom ziet hij er zo anders uit? Waar doet hij weer damage, hè? Oh. Sorry, Ferry. Ferry, het spijt me. Het spijt me, oké. Okay. Laat me de rust, Parasauer. Sorry, het spijt me. Het spijt me, ik wil het niet doen, oké. Ik kan niks tegen Ferry zeggen. Ik heb dat niet gedaan. Oké, wat hebben we hierin? Crystal cages. Wat is dit voor random loot? Oh, random shit. Daar hebben we helemaal niks aan. Oké, laten we gewoon naar die twee daar gaan. Want daar zijn nog twee blauwe drops. Zijn allemaal blauw. Laten deze gewoon allebei looten. Dan hebben we die eindelijk drop loot quality boost. Dus ja, daar moeten we wel gebruik van maken natuurlijk. En we zijn er. Laten we kijken wat voor troep hierin zit dan. Ja. Ja, dat vind ik wel heel erg fijn. Daar zeg ik helemaal geen nee tegen. Ja. Een mining drill. Een mining drill. Dat is echt heel goed. Jemig. En een shot. Oké, is echt. Een shotgun. Wow, en een kleed. Absolutely beautiful, man. Ik kan ook niet meer lopen, want ik ben zo zwaar. Maar ik heb een fucking mining drill, ouwe. Dat is echt insane goed. Jemig. Laten we gewoon naar huis gaan. Ik ben nu wel echt vol met spullen, dus... Oké, die ene loot quality increase heeft me wel geholpen, want ik heb gewoon een mining drill gekregen. Wauw. Daar heb ik echt heel veel aan. Zo, daar heb ik echt... Dat is zo ongelooflijk chill. Jezus, daar kan ik echt zoveel gebruik van maken. Mining drill. Let's go. Oké, dan weten we ook dat Ferry hier woont. Interessant. Nice. Mining drill in the pocket. Misschien kunnen we die gebruiken. Want voor mij in de space bij hem, waar ik eigenlijk heen wil gaan nog. Is altijd heel veel resources. En dan kunnen we misschien even kijken of we wat goede dingen kunnen verzamelen met de mining drill. Alleen hebben we wel gasoline nodig. Dat is het enige nadeel. Ik heb geen gasoline. En we zijn bij de base aangekomen. Hoppa. Mining drill, ja. Wat kan ik ervan zeggen? Dat is echt heel goed. Dat is echt super goede loot. Wauw. En
Element Shards, klein beetje. Oh my. Wauw. Oké, ik ben echt heel erg blij met deze loot. Ik heb alleen geen oil. Kan ik oil kopen bij Elena? Hallo. Ready when you are. Wanneer je meer hexagons krijgt van hallo zeggen dan een race op alpha halen. 20 gasoline voor 175. I don't know about that one. Ik koop het gewoon. Dan kunnen we dan de mining drill een klein beetje gebruiken. Mining drill. Aight, oké. Ik vind het nu tijd om naar de space biome te gaan. Ik ben gewoon super benieuwd wat er eigenlijk is. En even op de map kijken waar ik moet heen. Die kant op. Oké, dan gaan we daarheen. Oké, dus nu zijn we in deze tech trenches. Wat de hel is dat? Wat is dit dan? Is het een jump pad of zo? What is happening? Wat? Ben ik nou naar beneden geboost? Wat de hel? Een soort teleporter of zo naar beneden. Maar ik wil hier naar boven. Oké. Okay. I guess. Of wacht eens. Voor mij is dit ook gewoon een ingang, of niet? Lijkt wel op, ik kan hierheen. I guess. Ik ben nu in een tunnel. En wat de hel? Wat de hel is dit? Het soort van brug. Of zo? En dit is natuurlijk de space biome. En kan ik gewoon met een Maywing hierin? Oh my god. What the hell is going on? Help me. Help me. Maywing is niet heel chill hier. Ik laat de Maywing gewoon oppakken. Want ik merk nu al dat het helemaal kloot is. Oké. Kan ik in de space bij hem zonder te laggen? Je kan hier gewoon doorheen. Maar net kon ik er doorheen, wat? Oh nee, wacht. Hier kan je doorheen, hè? Ja, hier kan ik gewoon doorheen. We zijn in de space biome. Wauw. Wauw, moet je kijken dan. Alleen, voor mij verandert deze space biome ook om de zoveel tijd of zo. Dus ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt. Geen idee. Ik wil gewoon even naar zo'n eiland toe gaan. En kijken wat hier nou allemaal is. Ik zie metal. Metal, dat heb ik nodig. Ik heb heel veel metal nodig. Heel veel rich metal zie ik. Mining drill time. Oil ook. Oil. Yes, what a mining drill. Meer fuel. Oh nee, silver. Oh, ik dacht oil was. Oké, okay, rip. Deze metal. Die gaan we meenemen. Zilver boeit me eigenlijk niet. Maar deze zijn gare metalstenen. Echt een lekker zilveren blok. Maar ik krijg er metal uit. Dus ja, dat vind ik chill. En we hebben deze mining drill. Dus we kunnen echt lekker veel mee verzamelen. Yeah. Let's go. Dit is wel echt gaaf. Deze space biome. Alleen, voor mij moet ik wel oppassen. Want er zijn van die Wyverns, Tech Void Worms en andere Space Dolphins en zo, maar ik weet niet of die me aanvallen. Wat hoor ik? Ik hoor hele rare geluiden. Oh! Wat de hel gebeurt hier? Wat? Wat gebeurt hier? Ik ben echt heel confused. Waarom is alles weg? Waarom is letterlijk alles weg? Wat de hel gebeurt? Oh. Wat gebeurt hier? Ik ben zo confused wat hier allemaal gebeurt, jongen. Alles is ineens gone. Komt dat gewoon omdat we naar hyperspeed gaan of zo? Is dat het? Ik denk dat dat de reden is, dat dit allemaal weg is of zo. Maar dan komt het ook nog terug dan, als ze uit hyperspeed gaan of zo. Dat denk ik dan wel, want
Ik, I am confusion, man. I am confusion. Ik ga gewoon een beetje veiligheid hier een beetje staan. Want zometeen spant er een voortworm in mijn gezicht of zo. maar we hebben 1600 metal. En wat zilver. I guess, joh. En... het is terug. En nu zijn het allemaal... crystals? What is going on? Is het... Wacht. Is het elke keer als we hyperspeed gaan, verandert dan de soort space biome of zo? Want net was het een soort van silver metal ding. Nu zijn het crystals. Maar is het dan elke keer als je dan hyperspeed gaat, een andere resource die je dan kan krijgen of zo? Dat is interessant. Dat is heel interessant. Laat me even kijken op zo'n eiland. Wauw. Wauw. Ik ben echt heel erg confused wat allemaal aan de hand is. Is hier ook überhaupt crystal? Want het ziet eruit als een crystalsteen. Crystal asteroïde. Dit kan ik niet hakken. En dit? Wat is dit gewoon niks? Ik zie ook geen enkel beest. Want hier zouden toch van die dolfijnen moeten zijn. Die space dolfijnen. En van die void worms. Maar ik heb er nog nul gezien van beide, dus... I'm not sure, man. Maar het ziet er wel heel gaaf uit, als ik eerlijk ben. Laten we gewoon teruggaan, want ja, hier heb ik niks te zoeken, want ik krijg helemaal niks. Ik krijg geen enkel resource, man. Maving, kom jij eens even met je balletje. We gaan weer terug naar huis. Oké, we zijn weer terug. In de normale biome. Oh mijn god, die space biome is echt crazy. Maar blijkbaar zijn er dus soort van elke dag een nieuwe, hoe heet het, een soort nieuwe resource die je daar kan farmen. Heel interessant. Wat is dat? Een snow owl. Wait a second. Level 15 air snow owl. Oké dan. Die zijn dus blijkbaar ook aanwezig. Wauw, okay. Die moeten we eigenlijk een keer gaan temmen. Een air snow owl, wauw, dat is wel cool. Die moeten we een keer gaan temmen. Ik ben eigenlijk ook benieuwd of we griffins zijn, want ik wil eigenlijk best wel graag een griffin hebben. Groene drop. Geef mij een ascendant longneck. Of iets anders goeds. Please. Train my right shield. Ik neem er wel eentje mee ook. I guess. Ik weet niet of ik wel iets aan heb, maar voor Reaper temmen of zo. Maar oké, dankjewel. Oké, groene drop. Hier is het heel gevaarlijk en dat vind ik niet leuk. Een German Auto zadel. Oké, dank je. Oké, we krijgen wel redelijke loetjes uit, hè? Dat vind ik wel chill. En ik zie daar nog een drop. En kijk, wat hieruit krijg dan. What the hell is dit? Silicut. Tech bridges, nog meer. Silicut. What the hell. Voor mij zijn dat... Oh ja, ik weet al wat dat is. Dat is volgens mij gewoon parels. Het zijn gewoon parels volgens mij, alleen al anders. Dat is van Extinction volgens mij. Oké, I guess. Dankjewel. Ik weet niet of ik iets aan heb nu, maar oké. En we zijn hier weer thuis. Eindelijk. Oké, dat was een... leuk avontuurtje naar de Space Bio. En we hebben super veel goede loot. Nice. Oké, laat dit allemaal hier opbergen. En die metal die ga ik gewoon eventjes smelten. Want ik wil wel metal smelten. Dus geef me even van die metal. Ik laat er gewoon even 50 of zo hierin. Raw. En dan doen we dit hierin. En dan wil ik wat hout. Ik heb maar 200 hout. Doe het gewoon allemaal erin. En aan het vuur. Boom. De metal wordt nu gesmolten. Daar kunnen we super veel dingen mee maken uiteindelijk. Dus dat gaat super chill zijn. Ik denk dat we het hierbij gaan laten voor deze video. We hebben lekker wat space biome ontdekt. En we hebben een race missie gedaan. En hele goede loot gekregen nog.
Dus ja, ik vind het een hele geslaagde aflevering. En als jullie deze aflevering nou leuk vonden, doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Als je natuurlijk geen enkele aflevering wilt missen, want dit is natuurlijk... Dit moet je gewoon niet missen, jongens. Dit moet je gewoon... Mag gewoon niet missen. Klaar uit. Pak deze Mewing op en dan hoop ik natuurlijk dat jullie voor de volgende aflevering een naam hebben verzonnen voor deze Mewing en misschien voor de Stego. Dus laat je zeker achter in de comments een mooie naam. En dan sluit ik hierbij de aflevering af, jongens. Tot de volgende aflevering. Bye bye.